Welkom bij weer een nieuwe les vanuit de Microsoft Server 2012 serie. Om precies te zijn de MOAC 7410. Vandaag behandelen we lesson 4. En dat gaat over configuring van file en share access. In deze les gaan we ons bezighouden met de volgende onderwerpen. Het ontwerpen van een file sharing strategie. We gaan folder shares aanmaken. We gaan permissies toekennen. We eindigen met twee kleinere onderdelen. Het instellen van volume shadow copies en het configureren van NTFS quota's. Veel plezier! Bij het ontwerpen van een file sharing komen er allerlei zaken aan de orde. Allereerst ga je afvragen waarom zou je gebruik willen maken van gedeelde schijven. Nou, je maakt het daarmee mogelijk voor users om samen te werken tijdens projecten. Ze hebben gezamenlijk toegang tot een schijf. Het is voor een beheerder makkelijker om een backup te maken, want hij kan bij de desbetreffende schijf. Je kan de toegang tot documenten beheren, bedrijfsinformatie beschermen. Het aantal shares op het netwerk kan daardoor afnemen. Iedere user zal zijn shares die hij aanmaakt op het werkstation kunnen beëindigen, want hij heeft ruimte op een gedeelde schijf. Shares op werkstations zijn eigenlijk ontzettend onveilig, want het loopt volledig uit de hand en het overzicht raak je kwijt. Nou, door een gedeelde schijf kan de beheerder ook monitoren en extra beheer uitvoeren op het opslaggebruik van bepaalde gebruikers. Eigenlijk scherm je de gewone user af van het proces van het uitdelen van permissies en het delen van toegang. Shares aanmaken, dat bestaat uit drie onderdelen. Welke sharing strategie ga je toepassen? In ieder geval zal elke user een home folder moeten hebben, een zogenaamd private storage deel, waarin die eigenlijk exclusief toegang heeft en precies kan bepalen en doen wat hij daar wil. Daarnaast zal iedere user een publiek storage deel hebben, waarmee hij andere users toegang kan geven tot bepaalde resources. Dus per user een publiek storage deel. Daarnaast is er ook nog een gedeeld deel, wat gezamenlijk gebruikt kan worden om samen te werken aan documenten. Dus de bovenste twee gelden per user en het onderste deel geldt voor het totale aantal users of een afdeling of een subgroep. Hoe beheer je de toegang? Nou, het belangrijkste uitgangspunt is het least privileges uitgangspunt. Je geeft gebruikers bij voorkeur de minimale rechten. Op hun eigen files en folders moeten users volledig beheer en volledige toegang hebben. Maar de private files van andere users, daar zullen ze zeker geen toegang mogen krijgen. Nou, volledig beheer op een publieke folder en beperkte toegang tot andere publieke folders. Nou, en in de grote gedeelde ruimte moet je eigenlijk op individuele behoeften, vaak gaat dat per groep, de rechtenstructuur instellen. Uiteindelijk zullen de administrators, de beheerders, volledige toegang moeten hebben over de private folders en de publieke folders en de gedeelde folders. Wanneer je rechten gaat uitdelen, doe je dat bij voorkeur aan zogenaamde security groups. In het hoofdstuk over groepen gaan we daar nog uitgebreid op in. Je gaat geen recht uitdelen aan individuele users. Dat wordt veel te gedetailleerd en onoverzichtelijk. Nou, binnen die security groups spelen de zogenaamde domain local groups en de global of universal groups een belangrijke rol. Daar komen we dus ook op terug in het hoofdstuk waarin we het met name over de groepsrechten en de groepstoegang gaan hebben. Wanneer iemand te veel rechten heeft, om wat voor reden dan ook, kan je met de Deny Access NTFS permissie altijd weer een blokkade opwerpen. Je overschrijft eventueel eerder toegekende rechten. Je kan volledige schijven, volledige drives mappen, koppelen. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om de documentenfolder van een user, binnen Microsoft Windows heeft iedere user een documentenfolder, in principe staat die lokaal op het werkstation, maar die kan je koppelen via de folder redirection setting aan een
network share, dus aan de home folder, de home directory van die gebruiker. Dat is zeer aan te raden. Nou, die user die merkt daar weinig van. Die kan dus vanuit zijn documentenfolder zijn eigen files gewoon gebruiken en opslaan en weer wissen. Zonder dat hij eigenlijk in de gaten heeft dat het allemaal fysiek op een network drive wordt opgeslagen. Nou, via login scripts, dat zijn een soort geprogrammeerbare regels, kan je een user folder mappen aan een drive letter. Dat maakt het voor de gebruiker eigenlijk nog wat makkelijker. Die heeft dan bijvoorbeeld de letter F en dan komt hij op een plek. En waar die plek dan ook is, dat maakt voor hem niet uit. Maar hij komt op een plek waar hij kan opslaan en lezen. Nou, het aanmaken van folder shares. Die shares die moet je aanmaken om netwerk users in staat te stellen de disks op de servers te kunnen gebruiken. Daarbij moet je wel even een aantal dingen vooraf bepalen. Welke folders wil ik delen? En die shares kunnen een aparte naam krijgen. Vaak is dat trouwens de naam van de folder. Welke permissies koppel ik dan aan de shares? We spreken hier dus over zogenaamde share permissies. En ga ik ook nog speciale offline file settings instellen voor de situatie dat die share via het netwerk niet benaderbaar zijn? Wat kan die user dan doen met die files? Nou, bij het aanmaken van files en folders is er altijd sprake van een creator of een owner. De user kan zijn eigen folders delen. Hij is dan via de rechtermuisknop in staat om een share in te stellen. En die kan die dan koppelen aan bepaalde andere mensen uit de organisatie. Om vervolgens rechten te geven op de eigen folders. Nou, via de sharing tab heb je nog meer property instellingen om de instellingen helemaal te kunnen fine-tunen. Hier zie je een voorbeeld van het onderdeel file sharing. Je kan daar een bepaalde user instellen en vervolgens kan je daar rechten op uitdelen. Hier is dat wat gedetailleerder opgeschreven. Via de properties van accounting kan je dus de share een naam geven. En je kan daar aan bepaalde users rechten uitdelen. In dit geval zijn de domain users geselecteerd. En je ziet dat die het read-recht hebben, wat wordt geallowed. Nou, daar kan je groepen of users aan toevoegen. En die selecteren en vervolgens specifieke rechten op instellen. Nou, er zijn twee standaard folder share protocollen. De meest gebruikte is de zogenaamde Server Message Blocks, de SMB. Dat is eigenlijk het standaard file sharing protocol. Alle Windows versies kunnen dat gebruiken. En om dat te kunnen gebruiken zul je de file server rol als service aan moeten zetten. Nou, er bestaat ook nog een zogenaamd Network File System, NFS, protocol. Nou, op de Unix en Linux distributies wordt daar vaak gebruik van gemaakt. Dat kan je toepassen binnen je Microsoft-omgeving door een server voor NFS-rol te installeren. Maar de al eerder genoemde Linux-wereld kan ook via de server message blocks gebruik maken van Windows-opslag. Nou, hier zie je vanuit de server manager het onderdeel file en storage servers. Dat is hier niet meer te zien. Vervolgens het onderdeel shares. Dat is de volgende stap. Nou, er is een share spreadsheet aangemaakt. Dat is de naam. Die is gekoppeld aan deze map. En daar zie je wat gegevens over. Nou, de al eerder genoemde protocollen zijn te selecteren in 3 SMB varianten en 2 NFS varianten. Wanneer je een variant aanklikt, zie je in de description precies wat het inhoudt. Nou, vervolgens zijn er nog wat extra settings in te regelen. Enable access-based enumeration. Daarmee kan je eigenlijk de folders verbergen voor het zicht. Dus ze zijn er wel, maar ze zien ze niet. Je kan caching aanzetten. Dat is voor offline users van belang. En je kan encryptie toepassen. Nou, in de permissie
structuur. Er zijn een heleboel opties waarbij je in dit geval een aantal personen of groepen toegang hebt gegeven. Allow. En daar is van alles op bij te regelen. Het toekennen van permissies. Eigenlijk bestaan er vier permissiesystemen die door elkaar heen werken. Dat is vrij onoverzichtelijk. Daar komen we zo meteen op terug. We hebben het net gehad over de share permissies. Daarmee kan je dus de toegang tot folders en in principe ook op files, maar ik raad je dat niet aan, op het netwerk regelen. Nou, van veel meer belang zijn de NTFS permissies. Dat is eigenlijk het gereedschap om te bepalen wie wat wel mag en wie wat niet mag. Toegang tot files en folders. En dan moet het dus wel geformateerd zijn met NTFS. Nou, er zijn ook nog zogenaamde registry permissions, de zogenaamde Windows Registry, dus de grote database waar alle instellingen staan. Daar kan je ook toegang tot geven. En er zijn ook nog Active Directory permissions waarmee je gebruikers of groepen toegang geeft tot het Active Directory domein. En daar toegang geeft tot de services die daar draaien. Nou, die laatste twee zijn in principe van minder belang. Het gaat in dit hoofdstuk vooral over de eerste twee. Nou, de Windows permissiearchitectuur is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De zogenaamde Access Control List. Het woordje list zegt het eigenlijk al. Een list van ACE's, Access Control Entries. En die zijn gekoppeld aan Security Principles. Hier zie je het plaatje. We hebben te maken met een bepaalde folder. Daar wordt een ACL op aangemaakt. In die ACL zitten drie ACE's. En een ACE, Access Control Entry, bestaat dus uit een onderdeel permissies, in dit geval read, wat is uitgedeeld aan een bepaalde security principle. Nou, dat zie je hier eigenlijk terug via het property scherm van accounting. Kan je bij tablet security de gebruikers dus de security principles kiezen en vervolgens de rechtenstructuur bepalen. Dit zijn de basic rechten. Er is ook nog een optie om met advanced rechten te werken. Die zijn nog wat uitgebreider. Nou, die worden hier even wat uitgelegd, de basic en de advanced permissies. Je geeft dus toegang tot security principles. De basic permissions, dat is een beperkte set en een aantal voorgedefinieerde combinaties. Vaak heb je hier genoeg aan. Wanneer je wat fijnmaziger wilt gaan werken dan, en je wil ook aan met je wil die koppelingen, dus de combinaties loslaten, dan zul je de advanced permissions moeten gaan gebruiken. Nou, in die permissiestructuur is altijd sprake van allow en deny. Hoe ga je die nu gebruiken? Er zijn eigenlijk twee systemen. Het voorkeurssysteem, dus de meest belangrijke, is het zogenaamde additive systeem. Je begint zonder permissies en vervolgens ga je permissies uitdelen daar waar ze nodig zijn. Dit is het meest veilige systeem. Wanneer iemand ergens niet bij kan, dan is het heel duidelijk, dan heeft hij te weinig permissies. En dan kun je ze toekennen. Bij subtractive begin je andersom. Dus je gaat eerst alle permissies uitdelen en vervolgens via deny bepaalde permissies terugdraaien. Dat is behoorlijk gevaarlijk, want voordat je het weet geef je veel te veel rechten. Permissies erven, inheritance, erving. In onderliggende mappen, dat zie je eigenlijk hier op de map XFER, is aan everyone, dat is de security principle, het readrecht en het list folder content recht uitgedeeld. In de mappen daaronder wordt dat dan automatisch overgenomen, geërfd. Daar hoef je dus niets voor te doen. Dit stel je hierin en dit is er dan van toepassing. Nou, dat kan je beïnvloeden. Nog steeds is hetzelfde uitgedeeld op XFER. FER, maar hier op de map Alice heeft Alice een extra onderdeel, een extra recht gekregen. Dat wordt er dan eigenlijk bij opgeteld. En dat hebben ze hier bij Ralph, Ed en Trixie ook gedaan. Dus de erving is nog steeds van toepassing bij allemaal, maar ze hebben er wat extra's bij gekregen. De effectieve permissies bepalen nou eigenlijk wat is er nu daadwerkelijk van toepassing. Door ruimschoots rond te strooien met allow en deny kan je hem zomaar het overzicht kwijtraken. En daar gelden nog wat extra regels bij. Allow permissies mogen bij elkaar worden opgeteld. Deny permissies
overschrijven allow-permissies en expliciete permissies. Dus dat zijn permissies die op een bepaalde plek zijn uitgedeeld en daarmee de overerving eigenlijk overschrijven. Die drie structuren zijn in grote organisaties bij veel gebruikers en veel groepen eigenlijk niet meer zomaar even uit het hoofd te bepalen. Nou, Windows heeft daar een optie voor ingebouwd, de zogenaamde Effective Access, waarin je per user of per groep kan ontdekken wat nou eigenlijk de effectieve rechten van die user zijn. Nou, hier zie je nog een keertje een totaal overzicht van de share permissies. Er zijn eigenlijk maar drie share permissies: full, control, change en read. Let even op, we hebben het dus hier over share permissies en niet over NTFS permissies. Nou, bij NTFS is het aantal mogelijkheden wat groter. NTFS en REFS zijn trouwens qua permissiestructuur vergelijkbaar. We hebben net al gezien dat iedere NTFS en dus ook REFS disk werkt via ACL's, Access Control List. Die zijn opgebouwd uit ACE's, Access Control Entries. En in die Access Control Entries zijn aan Security Principles permissies uitgedeeld. Nou, die Security Principles, dat zijn dus in principe users en groepen. Formeel gezien is een computer ook een Security Principle. Bij de Security Principles, de users en de groepen, werken wij in principe altijd via de naam. Maar intern werkt het systeem dus met de Security Identifier, de SID. Nou, als een gebruiker zich aanmeldt, dan zal via de SID van die gebruiker alle ACE's worden uitgeplozen of die SID ergens voorkomt. En zo wordt voor die desbetreffende gebruiker het totale toegangssysteem, het rechtensysteem, bedacht. Nou, een aantal slides over de NTFS Basic Permissions. We gaan er even vlot doorheen. Je moet altijd een onderscheid maken tussen folder en file. Full control is makkelijk. Eigenlijk kan je alles, dus je kan folderpermissies aanpassen, je kan eigenaar worden op de folder. Je kan subfolders en files binnen de folder verwijderen. En dit is een totaaloverzicht. Op fileniveau kan je dus de filepermissies aanpassen. Je kan eigenaar worden van de file. En ook hier weer een totaaloverzicht. Dat is dus full control. Het modify is ook een basic permission. Ook weer folder en file. Folder verwijderen. En het uitvoeren van alle acties die horen bij de write, read en execute permissies. Op fileniveau kan je dus files aanpassen, files verwijderen. En vervolgens ook weer het uitvoeren van alle acties die horen bij de write, read en execute permissies. Read en execute is een combinatie. Op folder en op fileniveau. Met read en execute kan je op folderniveau navigeren door verboden folders om toch uiteindelijk bij andere folders en files terecht te kunnen komen. En weer de combinatie van read, list bij elkaar opgeteld. Op fileniveau kan je dus applicaties starten. Dat is een belangrijk recht. Je moet de applicatie kunnen lezen en je moet hem kunnen uitvoeren. En vervolgens kan je als totaal uitvoeren van alle acties die horen bij de read-permissie. Nou, de list folder content op folder en op fileniveau. Je kan de namen van de files in die folder en de subfolders in de folder bekijken. Op fileniveau zijn ze natuurlijk niet van toepassing, want het gaat om het list folder content recht. Het read recht op folder en op fileniveau. Je kan de files en de subfolders in de folder bekijken. En je kan de attributen van de folder bekijken. Daar kijken we zo even naar. Op fileniveau kan je dus de inhoud van de file lezen. En je kan de ownership instellingen, de permissies en de attributen van de file bekijken. Nou, die attributen op folder of op fileniveau die zie je eigenlijk hier. Via de properties van een bepaalde file staat er altijd een aantal attributen onder. In dit geval read only en hidden. Er is nog een advanced knop om er nog een aantal tevoorschijn te halen. Dat is eigenlijk nog een structuur onder de permissiestructuur. Die kan je gebruiken, maar of dat verstandig is, dat is een tweede. Nou, de write basic permission op folder en op fileniveau. Met write kan je dus nieuwe files en subfolders aanmaken in de folder. Je kan de folder attributen aanpassen. En je kan de ownership instellingen van de folder bekijken. Op fileniveau kan je de inhoud van de file overschrijven, de file attributen aanpassen. En je kan de ownership instellingen en de permissies van de file bekijken.
Nou, hier zie je eigenlijk het hele systeem nog eens een keertje bij elkaar. Permissions van een bepaalde file. Er zijn aan een aantal security principles zijn allow rechten toegekend. 3 keer full control en 1 keer read execute. Er staat achter of ze geërfd zijn. Hier zie je hoe je ze kan aanpassen. En je kan die overerving dus ook nog eens ergens uitschakelen. De ownership. Iedere file en folder is door een user gemaakt. Dus dat is dan tegelijkertijd de owner. Nou, de owner is altijd in staat om de permissies aan te passen. Zelfs als die zelf de permissies niet meer heeft om dat te mogen. Of het feit dat hij de owner is, geeft hem altijd toch dat recht om dat alsnog te kunnen doen. Nou, zoals al gezegd, de owner is degene die de file of de folder heeft aangemaakt. En je kan andere users het take ownership recht geven. Dat is zeer gevaarlijk, want daarmee kan een andere user dus alles doen met een file of een folder die jij oorspronkelijk gemaakt hebt. Nou, share en NTFS permissies, dat zijn eigenlijk die twee systemen. Die moet je toch uit elkaar zien te houden. Want ze kunnen elkaar tegenspreken. Je kan op een share een recht uitdelen wat je op een NTFS permissie weer tegenspreekt. Nou, om dat nou overzichtelijk te houden is er een afspraak. Je begint met het uitdelen van een share for everyone. En vervolgens ga je met NTFS permissies fine-tunen wat er precies wel mag en wat er precies niet mag. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier een folder, dan ga ik een share permissie opzetten aan everyone. Eigenlijk geef ik daarmee iedereen toegang om in die folder te komen. En vervolgens ga ik dus met de NTFS permissies precies zeggen wat er wel mag en wat er niet mag. Dus met de share regel je dat iedereen binnenkomt. En met de NTFS bepaal je wat er dan vervolgens mee gedaan kan worden. Nou, dan hebben we nog het onderdeel shadow copies. Je kan instellen dat er shadow copies bewaard moeten worden. Daarmee zijn eerdere versies van files niet verdwenen. Zelfs als je ze wist, blijven ze dan bestaan. Dus er wordt een soort van versiebeheer uitgevoerd. Waarmee je dus, ondanks het feit dat je een file met dezelfde naam overschrijft, toch nog bij de oorspronkelijke versie terecht kan komen. Dat kan je alleen maar instellen voor een volledig volume. Nou, hier zie je shadow copies. Dat kan je voor een volume, volume 1 in dit geval, aanzetten. Kost wel de nodige extra schuifruimte, dus daar moet je voor oppassen. Ten slotte nog de quota's. Je kan als beheerder per user of per groep een opslaglimiet instellen voor een bepaald volume. Dat kan je bewaken via een waarschuwing of wellicht een volledige afsluiting van de toegang. Nou, de files, dus de files die qua grootte meetellen, dat zijn de files waarvan ze owner zijn of zelf hebben gemaakt. Vaak is dat hetzelfde, maar dat hoeft niet per se. Via de properties van een volume hier weer zie je het onderdeel quota en dan zijn daar de limieten in te stellen, eventueel met een waarschuwing en je kan nog wat logging inschakelen. Dat was het laatste onderdeel van les 4. Eventuele vragen kunnen we tijdens de les afhandelen.